Stel dat een wethouder wil dat mensen zoals Marie en Piet gaan sporten om iets aan hun overgewicht te doen. Dan kunnen wij hen helpen om informatie te geven over de gezondheidssituatie van de bevolking en te verklaren waarom Piet en Marie niet bewegen. Naar aanleiding van de gezondheidsmonitor die we net hebben uitgevoerd dit najaar, kunnen wij iets vertellen over waarom mensen te weinig sporten. Dat dat bijvoorbeeld komt omdat ze te weinig tijd hebben om te sporten. Maar er zijn ook mensen die te weinig geld hebben om te sporten. En zelfs die warme maaltijden overslaan een paar keer per week, terwijl dat zo'n hele belangrijke maaltijd van de dag is. We zien ook dat problemen samen voorkomen. Dus er zijn geldproblemen, maar er zijn ook psychische problemen. Of er is huiselijk geweld. En dat komt samen voor. En dan heeft dat weer effect op het alcoholgebruik. En door gemeenten voor te lichten over de gezondheidssituatie, hopen we dat zij voldoende gereedschap hebben om een goed integraal gezondheidsbeleid te kunnen opzetten. En we hopen dat in de toekomst, meer dan dat nu het geval is, we ook de effecten van het beleid beter zichtbaar kunnen maken. Want uiteindelijk heeft de burger daar voordeel van.